Goedemorgen iedereen en welkom op deze zondag 5 september alweer. Gisteren was er geen video omdat ik een dagje voor mezelf heb genomen. Ik ben ook naar de film geweest op mijn eentje. Ik heb er heel hard van genoten om eventjes weg te zijn van alles en iedereen en gewoon in mijn eigen bubbel. Dat is de manier waarop dat ik oplaad, waarop dat ik weer downloads krijg. Waarop dat ik inzicht in kreeg, nieuwe ideeën en zo maar voort. En toen ik vannacht aan het slapen was, hoorde ik een idee eigenlijk waarover dat de video en de content vandaag eigenlijk mocht gaan. En de boodschap die ik kreeg was eigenlijk van het gedrag van een ander weerspiegelt de schaduwen in jezelf. Nu, en van daaruit herinner ik mij dat ik ooit voor een membership dat ik vroeger had in het begin van mijn praktijk, had ik informatie geschreven rond blokkades, valkuilen en blinde vlekken. En toen bedacht ik mij dat eigenlijk dat wel informatie was die opnieuw mocht gedeeld worden met het collectief en vandaar deze video. Als je het liever leest, dan is hetgeen wat ik je vandaag vertel ook beschikbaar als een blog op mijn website. Dus als je het liever gaat lezen en op die manier meer informatie opneemt, alsjeblieft, ga dan naar mijn website www.schoolvoorascensie.be. Kies blog en dan ga je zien de laatste blog die verschenen is. Dat gaat over exact dezelfde informatie dat ik jou nu in deze video deel. Voordat we dan verder gaan, zou ik willen vragen om te abonneren en deze video een like te geven of een comment. Pak niet uit, alles maar gewoon een emoji of zo dat je plaatst. Maar het helpt voor het algoritme van YouTube, zodanig dat veel meer mensen deze informatie vinden. Want heel veel mensen zijn op zoek naar handvatten, naar tools, naar inzichten om uit de impasse te komen waar dat ze nu in zitten. En om de angst dat ze voelen door de maatschappij die eigenlijk een stukje in elkaar aan het vallen is, om daaruit verder te komen. Dus u zou met mij en veel anderen daar heel veel plezier mee doen. Nu, wanneer het gaat over blokkades, valkuilen en blinde vlekken, dan worden er eigenlijk altijd heel veel verschillende redenen gegeven. Aan de reden waarom dat die mensen niet vooruitkomen of niet groeien. En mensen blijven vaak in een bepaalde situatie zitten, ondanks het feit dat ze zich daar eigenlijk niet goed voelen. Eigenlijk diep ongelukkig zijn, depressieve verslavingen, wat dan ook. Maar alleen hebben ze die handvatten niet om eruit te geraken. Begrijpen ze niet meer wat er aan de hand is. En dan gaat het over het bewust worden, over het wakker worden. Want dat is dat eigenlijk gaat gaan begrijpen wat er echt aan de hand is. Maar doorheen de verschillende coachings, doorheen de verschillende trajecten dat ik gevolgd heb, dat ik gedaan heb met mijn klanten, is er eigenlijk wel een verschil tussen een blokkade, een valkuil en een blinde vlek. Nu, die blinde vlekken is eigenlijk het moeilijkste om mee te dealen, want ze zijn blinde vlekken, zoals dat woord zegt. Gewoon omdat we ze niet kennen. We zien ze niet. We hebben ze zo ver diep weggestopt in een blinde hoek. En dat maakt het natuurlijk heel moeilijk of moeilijker om die naar het bewust te brengen. En dan zou je kunnen jezelf vragen van ja, betekent dat dan dat je die nooit naar het bewuste kan brengen? Jawel, gelukkig wel. Ik vertel je daar straks een stukje meer over. Maar om daartoe te komen is het belangrijk om eerst te gaan begrijpen wat dat blokkades zijn. Het is belangrijk dat je weet wat dat blokkades, valkuilen en blinde vlekken zijn, want kennis geeft kracht. Wanneer je bewust bent over iets, of wanneer je iets weet, dan kan je er ook mee aan de slag gaan. Natuurlijk, het alleen maar weten en alleen maar leren, alleen maar opnemen van mentale informatie, dat ga je misschien wel een inzicht brengen en iets ga je iets wel kunnen oplossen, maar het zorgt nog steeds niet voor die diepe transformatie. Want een diepe transformatie vraagt ervoor dat je bereid bent om de tijd en energie in te stoppen, zodanig dat je zelf nog bewuster wordt van wat je nu eigenlijk werkelijk tegenhoudt. Wat er nu werkelijk nog in je energetisch systeem, en dat is in je emotionele, mentale, lichamelijke en, energetische lichaam, fysieke lichaam, eigenlijk opgeslagen zit. Nu, een leven met blokkades is eigenlijk niet zo leuk. Het laat ons angst voelen, het laat ons depressief zijn, het laat ons twijfelen aan onszelf. Eigenlijk alle lachterende emoties zijn verbonden met blokkades. Maar wat zijn blokkades nu eigenlijk? En hoe weet je dan als je een blokkade hebt? Nu, daarvoor is het belangrijk om te begrijpen dat we allemaal energie zijn.
En zolang dat die energie gewoon blijft stromen door ons energetische en fysieke lichaam, dus eigenlijk door al je lichamen, dan zal je je fit, gezond, gelukkig en in balans voelen. Maar natuurlijk worden we dagelijks geconfronteerd met uitdagingen en leermomenten. En afhankelijk van het leerstadium, en dus eigenlijk van jouw innerlijke wijsheid, zal je op een bepaalde manier reageren op die uitdaging en op een bepaalde manier omgaan met dat leermoment. Maar dat betekent ook dat je geconfronteerd wordt met dus die laagtrillende emoties, zoals angst, boosheid, verdriet, ontgoocheling, frustratie, maakt niet uit hoe je het allemaal noemt. En dat zijn allemaal negatievere zaken die niet zozeer negatief zijn, maar ze hebben een lagere energiefrequentie dan dankbaarheid, liefde, vertrouwen, vrijheid, noem maar op. Dus energieblokkades ontstaan door angsten, en dat maakt niet of dat uit of het bewust of onbewust is, maar ontstaan door angsten, door boosheid, en denk dan maar aan opgekropte woede, door onverwerkte emoties, afkomstig van of rond trauma, of een bepaald verdriet. Al deze zaken zorgen ervoor dat de energie niet vrij kan stromen. Waardoor dat je dus eerst op energetisch vlak, dan op emotioneel, dan op mentaal en uiteindelijk op fysiek vlak gaat gaan blokkeren. Wat zich dan uit in fysieke ongemakken? Pijn in je onderrug, pijn in je buik, pijn in je schouders, hoofdpijn, wat dan ook. En dus door onder ogen te zien, te ervaren, te voelen wat er aan de hand is, dan kan je ervoor zorgen dat je die energiestroom van je lichaam weer op gang brengt. Eén ding daarvan, op één manier, is eigenlijk door die emoties, elke emotie die je ervaart, die te laten zijn. Want door ze te laten te zijn en niet weg te duwen, kan je ze gemakkelijker loslaten in plaats van ze letterlijk op te slaan in je lichaam. Door ze een plaats te geven, en laat je ze eigenlijk ontstaan, of laat je ze eigenlijk, geef je ze de toestemming om in je lichaam en in je systeem energie te blijven. Dus dat is echt belangrijk dat we ze loslaten, dat we ze echt teruggeven aan de aarde. En de aarde zorgt er dan voor dat die negatieve laagtrillende energie geneutraliseerd wordt. En eigenlijk omgezet wordt in licht en liefde. Nu, blokkades hebben ook zijn nut. Want uiteindelijk zorgen ze ervoor dat we op zoek gaan naar oplossingen. Maar het probleem is dat veel mensen op dit moment fysieke ongemakken oppervlakkig gaan bestrijden met medicatie bijvoorbeeld. Wat op lange termijn nooit het resultaat geeft waar ze op hoopten. Zelfs niet als het gaat over depressie of over emotionele problemen. Ook daar is het belangrijk om naar binnen te gaan keren en jezelf beter te leren kennen. Want dan, 1, zal je de taal van je lichaam beter gaan begrijpen. En 2, door aan de slag te gaan met je blokkades op een bewust niveau, kan je ook opnieuw volledige balans brengen in je energetische lichaam. En dus ook in je emotionele, mentale en fysieke lichaam. Omdat je weer intapt en afstemt en verbonden wordt met de energiestroom van de aarde en dus de universele energie. Wat dat eigenlijk jouw voeding is. De belangrijkste voeding, nog meer dan hetgeen wat je eet van groenten en fruit en vlees en wat het ook is dat je allemaal eet. Nu, door blokkades te gaan zien als leermomenten, waarbij je emoties, gedachten en je lichaam iets vertelt over wie je werkelijk bent, kan je gaan groeien als ziel. Nu, wat is verschil met valkuilen? Valkuilen, dat zijn eigenlijk blokkades waarvan je wel al bewust bent, maar je hebt ze nog niet volledig omgevormd of losgelaten. Eigenlijk heb je ze nog niet volledig losgelaten, omdat je nieuwe patronen nog niet geïntegreerd zijn. Dus van zodra je er niet in balans bent, of je komt opnieuw een uitdaging tegen, dan val je eigenlijk terug in die oude patronen, in die oude gewoonten, in de oude manier van gedragen en van denken, van gevoelen, van gaan reageren. Maar alleen dat gedrag, dat patroon, ik zal het zo noemen, dat heeft jou net gebracht naar die blokkade. Dus het is belangrijk om nog dieper te gaan kijken wat er achter die blokkade zit. Of waar dat je nog niet volledig vrede hebt meegenomen, waardoor dat je nog steeds die nieuwe patronen en die nieuwe manier van denken nog niet volledig hebt omarmd. Overlaatst vroeg iemand, maar wat is de reden waarom de mensen dan daarin blijven hangen? De reden is eigenlijk omdat het slachtoffer zijn of het nog vasthouden aan de oude patronen nog te veel voordeel oplevert. Want als je zou moeten dat loslaten en stappen in dat nieuwe, dan zou je moeten toegeven dat eigenlijk het oude inderdaad niet correct was. Dat eigenlijk dat je eigenlijk het stuk waarin je altijd jou als een slachtoffer hebt herkend en geïdentificeerd, dit ook jouw verantwoordelijkheid was. En eigenlijk al de zaken die je toen hebt ervaren, dat dat eigenlijk ook een teken was dat je niet in jouw kracht stond. Dat je niet jouw verantwoordelijkheid over jouw leven volledig nam.
En om te kunnen komen tot een meester van je leven, betekent ook om toe te geven waar je de verkeerde keuzes gemaakt hebt, waar je niet volledig in jouw kracht stond. En het kan zijn dat een angst, een overtuiging of een onverwekte emotie nog ook dieper, op een dieper niveau mag geheeld worden. Dus wanneer je blijft tegen hetzelfde aanlopen en toch weet je dat je al zaken erover hebt geheeld, dan kan het zijn dat je eigenlijk aan een diepere laag bent aangekomen. En zo gaat spirituele groei. Want je kan pas een volledige blokkade opheffen als je begrijpt wat de onderliggende reden is. Alleen, soms gebeurt het dat we gewoon uit automatisme ook op dezelfde manier gaan reageren en gaan denken. En ook daar is het belangrijk om bewust te zijn. Om te weten waarom je bepaalde dingen doet. Want vaak denken we ook dat iets of iemand nog de reden is waarom we iets niet wel of niet gaan doen of wel gaan doen. Maar in gesprekken met klanten en ook in mijn eigen leven is gebleken dat er eigenlijk daaronder ook weer altijd een verdriet, een angst of nog een dieperliggende emotie onder die blokkade, dus gekoppeld is met die blokkade. En dat kan zijn dat dat afkomstig is uit dit leven, maar ook uit vorige levens en zelfs uit voorouderlijke lijnen, zoals jij al hebt mogen ervaren of hebt mogen, zoals ik jou verteld heb in de vorige video's. Maar hoe dan ook, de oplossing is altijd te vinden in jezelf. En zo werkt het universum. Je hebt een intentie, je hebt een verlangen, je wilt een bepaalde droom najagen, maar je raakt er niet op een of andere manier. En dus daagt het universum jou uit, dus dat contrast, die frustraties, die zaken die tussen de dromen, het verlangen dat je wilt en het er nog niet zijn, het verschil daartussen zorgt ervoor dat je dingen gaat gaan doen. En doordat je zelf hier bewust van te worden, door dat zichtbaar te maken en er gewoon te laten zien wat dat het verschil nog is tussen waar je nu bent en waar je wilt zijn, zonder dat je schuldig voelt of wat dan ook, het is wat het is, niets meer, niets minder. Maar dan heeft hij al de kracht en de inzichten en de mogelijkheid om inderdaad daar naartoe te groeien. Om jezelf zuiverder te maken. En daarom gaat het over manifesteren ook, is zo nauw verbonden met spirituele groei. Omdat je eigenlijk ervoor zorgt dat je energie verhoogt door aan die blokkades te werken, door aan jezelf te werken, door je overtuiging te veranderen, zodanig dat je in staat bent om te ontvangen. Nu, die blinde vlekken, het gevaar daarvan is dat je zou kunnen zeggen van, ja, het zijn blinde vlekken, dus ik moet er ook niks mee doen, want ik zie ze niet, ze zijn blind. Nu, zijn er ook hier weer verschillende manieren waarop je contact kan maken met die stukken dat je nog in je onderbewuste zijn. Vaak worden die onbewuste stukken ook gespiegeld door mensen uit je omgeving, die je nou aan het hart liggen, of waar je emotioneel meer mee verbonden bent. Denk maar aan een partner, je kinderen, je beste vrienden of vriendin, ouders, zussen, zelfs een coach of een leraar waar je nauw mee samenwerkt. En dat merk ik ook in mijn eigen trajecten. Kunnen die zaken bewust worden? Uiteindelijk is dat ook de bedoeling van met een coach of van met mij bijvoorbeeld samen te werken. Blinde vlekken zijn eigenlijk zaken die totaal nog niet in balans zijn. En daarom hebben we eigenlijk ook de neiging om die het verste nog weg te doen en die liever in de schaduwkant van onze ziel te laten. Maar zoals ik al net zei aan het begin van deze video, het gedrag in een ander is eigenlijk de weerspiegeling van de schaduw in jezelf. Maar door die natuurlijk in het licht te gaan zetten, dat zou ons al veel te veel pijn te doen om die in het licht te gaan zetten. Maar net daar zit ook weer de sleutel. Door ze bewust te worden en door ze aandacht en liefde te geven, dan kunnen die blinde vlekken geheeld worden. Want dat is eigenlijk niets minder dan stukken van jezelf waar dat er te weinig licht en liefde aan gegeven is. En door ze net tegen het licht aan te houden, kan je ze anders gaan bekijken, kan je gaan begrijpen van waarom dat die zaken gebeurd zijn, en kan je ze loslaten of omvormen tot een constructieve gedachte. Want op die manier beperken ze niet langer jouw leven. En het maakt dat jij jouw leven dan anders kan gaan leven en op een andere manier kan gaan vormgeven, dat meer in lijn is met je hoogste goed, dat veel meer in lijn is met de vrijheid die je wenst, met de liefde die je wilt, of wat dan ook dat is. En net door dat allemaal aan te kijken, maakt het dat jij als persoon ook heler wordt. Eén wordt, meer in balans. Want het gebroken puzzelstukje is vervangen of is gelijmd. Je hebt leren leven met de kras die er nog op zit, als het ware. Maar je geeft jouw kracht niet meer weg aan die kras. Want je hebt geleerd dat het ook anders kan en mag zijn. Nu, kortom, blokkades zijn eigenlijk die zaken die ervoor zorgen dat jij je gewenste doel nog niet hebt bereikt. Dus eigenlijk manifestatie is eigenlijk het meest eenvoudige om te gaan zien waar dat jij nog niet in balans bent. En
Het feit dat je soms die doelen nog niet hebt bereikt, is soms ook de reden van hoe dat komt dat je nog niet weet hoe dat je doel zou moeten bereiken. Dus soms is het niet alleen van ik ben er nog niet, soms is het ook van hoe komt het dat ik er nog niet ben. En dat lijkt alsof er een enorme rotsblok op je weg ligt en je geen idee hebt hoe dat je er langs komt. Of dat je erover komt. Dus laat staan dat je weet hoe dat je het eigenlijk die rotsblok aan de kant zou kunnen ruimen. Dus om je alvast op weg te zetten, wil ik je nu 3 vragen meegeven om aan de slag te gaan, als je dat wenst. Best is om een notitieschrift te nemen of ergens iets, of een dagboek of wat dan ook. Je zou het ook op een computer kunnen noteren, maar ik heb ervaren dat door het feit dat je het in het fysiek uitzet, dus echt ook neerschrijft, dat het ook iets krachtiger is. Maar je hebt natuurlijk ook de keuze waar je ermee doet. Nu, de eerste vraag is, wat is het doel dat je zou willen bereiken en die je tot nu toe nog niet bereikt hebt? Je hebt van alles geprobeerd en toch slaag je er niet in om dat doel dichter te brengen. Wat is dat doel? De tweede vraag is, wat maakt dat je doel nog niet hebt bereikt? Wat houdt je tegen? En je zou nu kunnen zeggen, ja Lindsay, dat is net hetgeen dat ik niet weet. Maar ook hier, laat het los. En laat het tot jou komen. Schrijf het eerste wat in je opkomt neer en wees ook eerlijk tegen jezelf. Maakt niet uit wat hij neerschrijft. Maar op die manier leer je boodschappen van jouw gids en van je lichtteam ontvangen. En de derde vraag, wat als je de enige mens op aarde zou zijn? Wat zou je dan anders gaan doen om jouw doel te bereiken? Dat zijn de 3 vragen. Als je ze wil nalezen, dan kan je ze terugvinden in de blog op mijn website. Nu, ik hoop dat deze informatie alvast meer inzicht in heeft mogen brengen. Nu, wil je niet alleen aan de slag gaan met je blokkades, die valkuilen en blinde vlekken? Dan nodig ik jou heel graag uit om met mij en andere gelijkstemde zielen samen te werken. Waar en hoe? Wel in het mentorship groepsprogramma, waar dat we gedurende 9 weken op een heel efficiënte en diep transformerende manier aan dit alles werken. Zodanig dat je ontdekt wie dat je werkelijk bent, maar dat je ook de moed en de kracht vindt om meer en meer in je ware essentie te gaan omarmen en daar gaan in te stappen. Want op die manier kan je ook meer in flow gaan leven en het leven vormgeven zoals dat jij voelt dat mogelijk is. Niet zoals dat ik het voel, maar zoals dat jij het voelt. Nu kies je ervoor om te blijven waar je nu zit, dan kan ik daar niets tegen inbrengen. Dat is jouw volledige vrije keuze. Alleen hoop ik dan dat je echt diep gelukkig bent met het leven dat je nu leidt en nu hebt. Zodanig dat er geen slapeloze nachten meer zijn, geen dagen waar dat de angst je overvalt en dat je eigenlijk geen raad meer weet met jezelf, met je kinderen of wie of wat dan ook. Het is aan jou. Het is aan jou om de verantwoordelijkheid opnieuw te nemen voor jouw leven en ervoor te kiezen om een leven te gaan leiden waar dat je niet meer worstelt. Wat dat je ook kiest, deelnemen of niet, ik wens je de moed en de kracht zodanig dat je elke dag die keuzes mag maken die voor jou hoogste goed zijn. En dan wens ik je nog een hele fijne zondag of welke dag dan ook dat je nu kijkt naar deze video. En oneindig veel liefde voor jou en dan zie ik je in de volgende video. Dag!